vogels zijn heel vaak hol. Heel erg diep hol, dus dan heb je lichte veren. En dat maakt het ook goed voor hun om te vliegen. Dus ze zijn een beetje licht van botten. Ze zijn heel goed gezien, het zijn niet, helemaal niet gelijk aan elkaar. We gaan praten over waar ze wonen en hoe, dus waar willen ze eigenlijk zijn. Waar willen vogels normaal zijn? Normaal vind je vogels overal in de wereld, zelfs in de steden. Ja, want ze trekken of soms heb je vogels die daar blijven, zoals de duiven bijvoorbeeld. Maar je hebt ook andere vogels die soms eten vindt makkelijk in de steden. En dan gaan ze daar, dus ze krijgen ook misschien eten, zoals mutsen en zo. Maar de meeste vogels, ja, die gaan in een habitat zoeken. Habitat, ze moeten even denken, een habitat is een huis. Een heel groot natuurlijk huis. Ja? We gaan er zo meteen. Ja. Dus dat is eigenlijk de gele tropiaal. Maar je hebt ook de oranje tropiaal, hè? Dus de gele tropiaal heb je ook, de oranje tropiaal. En je hebt ook de prikietje. Ja, de prikietje die legt ook zijn eieren hier. De vogels groeien hier, want die blijven hier op het eiland, hè? In Canada wonen, soms groeien ze, groeien in Canada. Maar als het heel erg gaat vriezen, dan gaan ze naar beneden. Ze kunnen toch hier zelfs eigenlijk. Dus de vogels kunnen van het continent, het zijn niet alle vogels dat doen. Je hebt vogels die ook helemaal alleen tot hier komen. En er zijn andere vogels die meer kunnen doen. Dus je hebt verschillende soorten vogels die langer en ietsje korter kunnen doen. Oké, okay. Ik ga even het licht aandoen. En voor de juffrouw heb ik een hele mooie poster cadeau voor de klas. Wat leuk. Dat is Connecting People to Bird Conservation 2012. Dus je mag hier het mag aan hebben. Dankjewel. En dan krijgt elk kind van ons een cadeau. Het is een kleurboek van Migratory Birds of the West Indies, dus wij vallen ook hier onder. En je hebt een heleboel mooie vogelkleurplaatjes. Je krijgt eentje, dus word niet ongeduldig. Nee. En je hebt alle goede kleuren van de vogels in de boek. Zie je dat? Dus je kan de kleuren zelf, voor en achter, kan je de vogel zien. Dus dan kan je heel mooi kleuren. En ik wens jullie veel succes met jullie kleurboek. En dat je het heel mooi maakt. Juffrouw, ik wil je 23 geven. En ook een sticker van de Barika Gil. Mogen jullie ook well. Ah, dat is important. Dus una vez moet je dan komen ze comprenderen. Una vez moet je dan komen ze comprenderen con onze habitaten in cada otro. Want ik heb het niet op je lust om ze zijn. Saginante e parte presentation met een goeie. Para laten we Ik vond het tot nu toe heel interessant en ik ben heel erg benieuwd naar het vogelkijken buiten. Ik denk dat dat ook erg leuk is. Wat heb je geleerd vandaag? Ik heb vandaag geleerd dat er migrerende vogels zijn en vogels zijn die hier blijven. En welke vogels dat ongeveer zijn. Alleen de namen van de vogels weet ik niet meer. Die moet ik nog even oefenen. Ja, kijk al. Thank you.
vogels. En ik heb ook vijf soorten vogels. Jij was vliegtuig aan het kijken met mijn vader volgens mij. Maar ik heb in het water gezien. Ook een flamingo. En ja, ook een kikichi. Oh ja, de drie kolen hieron. Oh ja, die hadden ook gezien. Ja, als je goed zag was hij aan het jagen. Hij was aan het eten. Dus hij liep heel hard en snapte de vis over en kon het opeten. We hebben verschillende vogels, niet één of twee, maar over zeven, daar zeven vogels. Heel goed, applaus voor jullie zelf. Woe! En applaus voor Tina. Hele goede vogels kijken in de toekomst.